Ik ga het hebben over mijn werk met onvoorwaardelijke liefde door mijn bijna doodervaringen en die van anderen. Waar ik over ga vertellen zijn mijn eigen praktijkervaringen als therapeut van de afgelopen 10 jaar waarbij ik de baby look benadering gebruik. Omdat ik bijna doodervaringen begeleid en behandeld heb. Hoe heb ik die veiligheid geboden en hoe kwam daarmee de natuurlijke kwaliteit van leven terug? De baby look levenswijze is een natuurlijke mindfulness zorgbehandeling. Ik heb 7 jaar lang in de praktijk onderzocht hoe dit goed werkt als mensen bijna dood gingen en moesten herstellen van hun traumatische aspecten hierover. Op mijn website is daar duidelijke informatie over te vinden. IANS, de International Association for Near Death Studies, en de NDIRF, Near Death Experiences Research Fund, zijn internationale organisaties waar veel meer informatie te vinden is betreffend levensverhalen, inzichten en internationale samenwerkingsverbanden over bijna doodervaringen. Terug naar onze kwaliteit van leven en onze veiligheid. Nu is binnen de mindfulness meditatie een onderdeel van je dagelijkse leven. Om verruiming en inzicht te krijgen betreft je bewustzijn. Daarom is baby look levenswijze een interessant gegeven. Nu, het belangrijkste inzicht namelijk betreffend de doodsbeleving bij bijna doodervaringen. Deze wordt als een opnieuw geboorte beleefd. Want als na een diepe bijna doodervaring je weer in het fysieke bewustzijn komt, is er verruiming en inzicht. Terwijl het wel een existentiële crisis is in het leven. Zo is de existentiële crisis van het coronavirus voor allen een belangrijk gegeven geworden in onze natuurlijke kwaliteit van leven. We trachten hierbij ook verruimd te denken, met nieuwe inzichten vanwege de intense verandering en de andere dagelijkse levenswijze als voor de pandemie. Het bewustzijn van velen ondergaat een verandering. Ik zie het als een bewustzijnsverruimde ervaring, volgens die baby look. Het belang van de veiligheid ten behoeve van ons allemaal om niet dood te gaan, gaat ons allemaal aan het hart en staat deze kwetsbaarheid voorop. Nu gebruik ik zelf de baby look levenswijze in mijn eigen natuurlijke kwaliteit van leven al jaren. Ik heb zelf 19 jaar geleden met hartstilstanden op 32-jarige leeftijd 2 diepe intensieve bijna doodervaringen meegemaakt. Doordat na een half uur de ambulance mij mee moest nemen van de straat naar een ziekenhuis, want er was geen sprake meer van mentale issues, omdat ik geen bewustzijnsbesef meer had met mijn hersens en mijn fysieke lichaam, kreeg ook nog steeds minder en minder zuurstof en functioneerde steeds slechter. Ik kwam weer helemaal in leven in het ziekenhuis. Vraag me niet hoe. Echter, weer thuis heb ik op een natuurlijke wijze moeten genezen en ik heb voor mijn eigen pijn moeten zorgen met het bewustzijn van mijn hart. Die dag en nacht bij me is zoals ons allen. Ik leefde door. Ook kwetsbaar, die baby look. Het is een verruimd bewustzijn hoe ik doorleefde, want ik ervaar nog elke dag de inzichten van die bijna doodervaringen die toen hebben plaatsgevonden.
Volgens Pim van Lommel, cardioloog en onderzoeker van bijna-doodervaringen met hartstilstanden, is een bijna-doodervaring zoals ik deze ook heb meegemaakt, een gerapporteerde herinnering aan alle indrukken tijdens een speciale bewustzijnstaat, inclusief specifieke elementen, en komen vooral voor tijdens kritieke medische situaties zoals hartstilstanden. Het is altijd transformerend en er is een verlies aan doodsangst. Hij legt uit vanuit zijn onderzoek: het verruimde bewustzijn heeft een niet-lokale perceptie, welke ik relativeer. Dat dit al ontstaat vanaf baby zijn, als je geboren wordt. Want van belang is, wij hebben een lichaam, maar we zijn bewustzijn. En dat beseffen we allemaal als we babytjes zijn en verder gaan met ons leven en geboren zijn. Mijn conclusie is dat we van daaruit allemaal geboren worden. Groeien en leven we en gaan we daarmee ook dood. En dit gebeurt allemaal met de continuïteit van het kloppen van ons hart tot de definitieve fysieke dood. Trouwens, het is nog maar 50 jaar geleden dat mensen met hartstilstanden nog zeker fysiek dood gingen. Nu ben ik zelf 50 jaar. Dat betekent dat ik in die tijd zelf werd geboren. We kunnen het als een grote nieuwsgierigheid zien en er bewust over worden als een gezamenlijke bewustzijnsverruiming. Kloppen van het hart. Alles van ons lichaam leeft en doet mee. Zoals onze voorouders dat ook deden met de DNA-codes, emoties, onze fysieke handelingen. In alle vormen van communicatie. Maar ook zeker de ziektes die we kunnen krijgen, zoals het pandemie coronavirus. Het doet met ons constante hartritme mee, dat we allemaal hebben vanaf het baby zijn wat met ons meedoet. De uitleg in de Bhagavad Gita is als volgt. De medische wetenschap erkent het belang van de rode bloedlichaampjes, maar kan niet vaststellen dat de bron van alle energie de ziel is. De atomische deeltjes van het volkomen geheel worden vergeleken met het zonlichtmolecuul. In zonlicht bevinden zich ontelbare stralende moleculen. Ze zijn ook integrale deeltjes van de Allerhoogste Heer, zoals wij dat noemen. Atomische vonken van lichtstralen van de Allerhoogste. Laten wij er ons meer bewust van zijn dat de verbindende kracht in de natuur is, zoals de zuurstof die door ons kloppen van het hart door het lichaam stroomt. Nu weer naar de realiteit van deze eeuw. Het heden, 2021. Phyllis Edwetter, een onderzoekster van baby- en kinderbijna-doodervaringen en tevens verbonden met de IANS, Internationale Association for Near-Death Studies, heeft in haar boek The Forever Angels de volgende belangrijke baby-look-informatie geschreven. 85% van de kinderen met een hartstilstand hebben een bijna doodervaring gehad. Nu kunnen we nagaan waarom Pim van Lommel, maar ook ik, het belangrijk vinden dat er een voortgang is in ons verruimde bewustzijn, ook na de dood, met elkaar, onderling. 85% van de kinderen met hartstilstanden hebben dat gehad. Mijn collega Uf, een boeddhistische vrouw, en ik hebben meegedaan met haar onderzoek van Phyllis Edwetter over de kwaliteit van leven met die babylook. Zie ook mijn website www.sabinevandenbulk.nl.
Ook Uf omschrijft haar bewustzijnsverruimende lichtbeleving als een symptoom extra die veel bij zeer diepe bijna doodervaringen voorkomen. Zij was een blauwe baby. Zij had met haar hart een misvorming dat het bloed van de baby niet volledig zuurstofrijk werd en niet naar verwachting tot leven kwam. Ze was blauw, maar kwam toch weer terug in leven. Zij beleefde dus vlak na haar geboorte de opnieuwgeboorte zoals ik de babylook omschrijf. In eigen woorden die ik met haar doorgesproken heb, benoemen we symptomen en kenmerken die zeer algemeen bekend zijn bij bijna doodervaringen. Het zo anders zijn dan anderen. Het onbegrip van velen van dit anders zijn, inclusief in eerste instantie ook onbegrip over jezelf. Een enorme hooggevoeligheid. Meerdere keren het licht kunnen beleven, zoals een symptoom van een bijna doodervaring. Grenzeloos licht, onvoorwaardelijk licht. Geen angst voor de dood hebben. Het waarnemen van een lichtwezen die steeds weer op een bepaalde manier jou de weg wijst over hoe jij verder mag leven als je bijna dood bent geweest. Dat je vooral niet op moet geven, maar door mag gaan, moet gaan met jouw leven, die babylook. Het wordt steeds duidelijker dat ook het lichtwezen een gids is, vanuit dat licht. En, zoals Uf omschrijft, al vanaf haar geboortedrang steeds weer in activiteiten doet om goed te zijn voor anderen en voor de natuur. Nou, daar heb ik ook wel een handje van, moet ik zeggen, met mijn werk. Goed, als ik zo terugkijk op mijn leven, ziet ook Uf en ik ook levenslessen. Vertrouwen en zelfvertrouwen met elkaar. Mogen ervaren dat er gidsen zijn, medemenselijkheid, niet alleen mensen, maar ook in de verruiming van het bewustzijn. Zoals een baby mensjes ontdekt, papa, mama, familie, de wereld, de aarde om hun heen. En zeker weten, het licht, het is een licht dat lichter is dan duizend zonnen en doet niet zozeer aan de ogen. Het licht is grenzeloos licht en onvoorwaardelijke liefde. Zoals Jezus Christus in het Tweede Testament in de Bijbel ook verkondigde en zelfs aan ons daar uitleg over heeft gegeven. Dat was zijn boodschap. Misschien een babylookboodschap, omdat hij ook bijna doodervaringen had, toen al. Het licht, het is de essentie en is in ieder voelend levend wezen aanwezig. Onze kunst is dit te herkennen en te erkennen. Gelukkig, we zijn zover gekomen. Ik wens dat velen dit licht met zijn grenzeloze kwaliteit gaan herkennen door al ons leven heen. Kwaliteit van leven, het licht. Het geeft onvoorwaardelijke liefde. Baby, look!